Hallo. Vandaag is de dag van de leraar. Ja, dag van de leraar. Ja, hoe ga je nou een leraar tekenen? Volgens mij hebben we dat ook al eens een keer gedaan, maar ik kan er wel weer een voorbeeldje van geven. Herhaling. Het is altijd goed om dingen te herhalen, want dan, als je vaak dingen herhaalt, dan word je er beter in. En dat is ook zo met tekenen. Wat is er nog meer? Nou ja, het was van de week was het ook Internationale Escape Room Dag. Nou, misschien kunnen we daar ook nog wat bij verzinnen. Doe je weer mee? Ja, het is vandaag de dag van de leraar. Hoe teken je nou een leraar? Vind ik wel een beetje lastig, want dat kan iedereen zijn natuurlijk. Hè? Ik ben ook een leraar. Ik heb geen PABO gedaan, maar ik leer wel mensen tekenen. Dag van de leraar. Het is vandaag ook de dag van de escape room. En dat leek me wat leuker om te tekenen, want ja, wat heb je allemaal nodig bij een escape room? Ja, waar het ten eerste om gaat, bij een escape room, is de tijd. Nou, we kunnen daar een klokje bij doen. We hebben al eens een keer een klok getekend. Let erop, een klok is altijd, om een beetje leuk te maken, staat hij altijd op 10 over 10. Waarom is dat? Je krijgt een smiley. Volgens mij heb ik dat al eens verteld. Klokje op 10 over 10. Het kan natuurlijk ook een stopwatch zijn. Stopwatch, hoe ziet die er ook alweer uit? Nou ja, het is ook rond. Die bovenop een knop. Er zit een startknopje op en een stopknopje. En ja, dan ook een. Dat is dan één cijfer. Of één wijzer. En. Zo. En dan. Dat gaat dan zo helemaal rond. Hè? Die telt dan de secondes en de tijd. Nou, hier een displaytje misschien waar het op weergegeven staat. Oh, kijk, kunnen we gelijk diepte geven. Gaan we hier ook een randje? Ja, we kunnen ook een randje omheen doen. Zo. Nou, dit is echt wel een stopwatch. Hier zit natuurlijk nog zo'n ring aan. Zo, nou, stopwatch voor de tijd. Escape room. Nou, natuurlijk een sleutel. Dat is altijd handig, hè? Anders kom je nergens. Een sleutel. Hoe tekenen we een sleutel? Nou, heel eenvoudig. Laten we dat zo doen. Zo. Dit doen we het aan. En dan hier een cirkel. En nog een cirkel eromheen. Nou, dan hebben we eigenlijk al een sleutel. Een slot. En ik weet niet of dan deze sleutel in dat slot past. Maar eigenlijk moeten we gewoon even zo'n hangslot tekenen. Dan doen we gelijk een beetje driedimensionaal zo. Dat is dan ook weer leuk. Ja, hier moet dan een sleuteltje in. En dan hebben we hier gewoon zo'n gleufje waar die sleutel in moet. Ik vind het een mooi hangslot zo. Hangslot. Deuren die open moeten gaan. Hè? Ja, naar een deur. En een beetje schaduw geven op die zo'n deurknop. Een lijst om die deur. Nou, deze zit dus dicht. Ja, want hoort er natuurlijk bij een puzzel, of tenminste bij een escape room, oplossen van puzzels. Dus laten we eens een puzzelstukje tekenen. Zo. Want ja, als je de puzzel hebt opgelost, dan sta je weer buiten. Dus een puzzelstukje is toepasselijk bij een escape room. En ja, wat nog meer natuurlijk, een sleutelgat, want die sleutel moet ergens in. Ja, we hadden hier natuurlijk al het sleutelgat van de... Het hangslot, maar laten we eens even een sleutelgat tekenen. Zo. Gelijk schaduw in. Misschien is het ook wel leuk om even die schroefjes weer te geven. Nou, ga zelf ook aan de slag met de dingen die bij een escape room horen. En dan zie ik je morgen in de volgende video. Tot morgen.